Hoi, ik ben Vilja Bemelen en ik werk bij Collection Erfgoed bij Discovery Museum. Sinds 2021 doe ik in opdracht van Mondriaan Fonds onderzoek naar onze glascollectie. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe zo'n glasonderzoek eruit ziet in de praktijk. We hebben een omvangrijke collectie van allerlei glazen, vazen, andere glazen objecten, allemaal gemaakt bij KristalUnie Maastricht. Waarvan we van een aantal niet weten wat de glazen nou eigenlijk zijn, waar ze voor gemaakt zijn, waar ze verkocht werden, wie ze ontworpen heeft. Dus er zijn nog best wel wat vragen over om de objecten zo goed mogelijk te kunnen ontsluiten. Dus dat wil zeggen dat wij daarover informatie geven aan bezoekers, zodat ze weten waar naar gekeken wordt. Een onderdeel van het glasonderzoek is dus bepalen met welk glaasje, welk vaasje dat ik nou te maken heb. En te identificeren waar het vandaan kwam en waar het verkocht werd. Dat doe ik aan de hand van verkoopcatalogie die we in ons bezit hebben. Zodat ik kan matchen, kan kijken of een glaasje overeenkomt met de tekening. Dat doe ik onder andere ook door literatuuronderzoek, boeken lezen over het onderwerp, wat is er al geschreven. Me te verdiepen in de technieken die gebruikt werden bij KristalUnie, zodat ik ook heel goed kan bepalen of iets KristalUnie is, ja of nee. En dat doe ik ook door internetonderzoek. Alsmede ook overleg met collega's, deelnemen in een glasconservatorenoverleg enzovoort enzovoort. Dus dat leek me leuk om dat jullie even te laten zien wat ik het zoal in het depot doe. Vind je dit soort informatie interessant? Vergeet dan niet om onze vorige video's te kijken, onze aankomende video's misschien ook nog wel. En om naar het museum te komen om de objecten in het echt te zien.